Ik ben Pim Lichthart. Ik ben geboren in Noord-Holland, in Twisk. Ik woon inmiddels al een jaar of 10 in Bergijk. Met 2 kleine kindjes. En woon samen met Noortje Tebak. Ik ben oud wielrenner en tegenwoordig ploegleider bij Team DSM. Nou, over mijn jeugd. Ja, toen ik een kleine jongen was, had ik een oudere broer die op de racefiets zat. En eigenlijk ben ik vanaf mijn 4e ben ik al met dikke banden racen begonnen. En het is altijd mijn droom geweest om beroepsrenner te worden. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Ja. Nee, ik heb vroeger heel veel gesport. Ik kom uit een heel klein dorpje, Twisk. En we hadden daar 1 sportvereniging. En op de sportvereniging was eigenlijk onze plek van samenkomen. Dus ik deed op de sportvereniging deed ik aan voetbal, ik deed aan tafeltennis, ik deed aan gymnastiek. Op vrijdagavond was het darten in de kantine. Verder waren we heel betrokken in het schaatsen. Mijn moeder zat ook in het bestuur van de schaatsvereniging. Ze had heel veel gedaan en daarnaast ook gefietst. Dus eigenlijk, het was gewoon onze ontmoetingsplaats eigenlijk. Omdat het dorp is zo klein, dus de ontmoetingsplaats was gewoon de sportvereniging. Op school ging het eigenlijk best wel voortvarend. Ik heb het HAVO gedaan. En na het HAVO het VWO gedaan. Eigenlijk altijd zonder al te veel moeite. Nooit blijven zitten. Goede examens gedaan. En daarna ben ik volledig op het fietsen gaan richten. Dus na het VWO heb ik geen opleiding meer gedaan. Na school ging ik altijd op de fiets. Totdat ik in de nationale baanploeg kwam. En dat ik vanuit school direct naar de wielerbaan Alkmaar moest. Daarvoor ging ik altijd op de fiets, dus 12 kilometer heen, 12 kilometer terug. En toen ik naar de wielerbaan moest vanuit school, ging ik zelf met de auto en dan ging ik gelijk door naar Alkmaar. Ja, nou, de basis, de wind tegen en wind mee. Ik moet zeggen, ik had een heel lui zusje en die was heel goed in het manipuleren van mijn moeder. Dus als het regende, ging ik wel vaak met de auto mee. Mijn eerste fiets was een heel klein racefietsje zonder reclame erop. Die was overgespoten in het zilver. Daar heb ik altijd op gefietst. En ik denk dat ik naar categorie 4 ging. Toen heb ik een meegroei gazelle gekregen. Waar ik op gereden heb tot aan de nieuwelingen. Ja. Ik ging vroeger, toen ik zelf koerste, hadden wij de wielenvereniging zitten in Horen. En die had een eigen clubparcoursje. Nou, daar was mijn broer altijd al lid geweest. En die was ook verdienstelijk junior. Hij won de eerste 3 klassiekers achter elkaar. Dus en mijn moeder stond in de kantine en was altijd in het verenigingsleven. Dus dat ging eigenlijk heel automatisch. Mijn broer deed dat, dus ik deed dat ook. En toen was de baan was daar nog van beton op dat moment. En dat was gewoon onderdeel van het fietsen, van het plezier hebben. Ja, ik kwam binnen als duurrenner, ook de pelotonsonderdelen. Dus dat heb ik ook opgepakt. Vanuit de junioren de beide grote kampioenschappen mogen doen, de WK's, op de koppenkoers en puntenkoers. En dat is eigenlijk gewoon doorgebouwd. Peter Pieters nam me eigenlijk direct op in de elite selectie vanuit de junioren. En ik mocht ook al in de eerste winter een paar wereldbekers rijden bij de elites. En dat is uitgebouwd tot de Olympische Spelen in Peking in 2008. Daar mocht ik mee naartoe, omdat ik op de puntenkoers bij de eerste 9 op de wereldranking stond, kregen we een extra startplekje. En Peter Pieters gunde mij die plek ook, dus ik mocht mee. Ik ben uiteindelijk niet in actie gekomen, ik was de reserve voor de puntenkoers en voor de koppenkoers. Met het oog op ervaring opdoen voor 4 jaar later. Alleen na Peking werd het programma gewisseld. Hoe dat voelt om naar de Spelen te gaan als reserve en niet in actie komen. Ja, op dat moment. Ik wist van tevoren waar ik aan begon. Dus ik wist, ik ga heen als reserve. En ik was er klaar voor om in te vallen. Daar hadden we ook de voorbereiding op gedaan. En ik was er ook klaar voor mijn gevoel. Ja, uiteindelijk ben ik niet ingevallen. Nee, dat is de rol van reserve. Dat was van tevoren was het gewoon heel goed gemanaged. Natuurlijk is het jammer dat je niet in actie bent gekomen. Maar uiteindelijk, op dat moment had je nog geen loservlucht. Dus we bleven ook gewoon tot het einde van de Spelen daar. En het is gewoon een schitterende tijd geweest. Ik had voor geen goud willen missen.
Marianne Vos reed toen bij DSB Bank. Die ging zichzelf inschrijven als commerciële baanploeg. En eigenlijk hebben ze mij daar gewoon bij ingeschreven. En kon ik zodoende ook wereldbekers rijden. Om ervaring op te doen. En prompt won ik er eentje. En dat bracht het zeg maar naar het volgende niveau van... Oh, ja, als je een wereldbeker kan winnen, ja, mag je ook wel eens proeven op het WK. En dat is zo uitgegroeid. Dat ging eigenlijk heel snel achteraf, maar wel heel natuurlijk. Dus gewoon alle jongens die op dat moment wereldtop waren, daar trainde je al door de week mee. En er was geen onderscheid in iemand die net overkomt of de gearriveerde coureur. Dus dat ging gewoon heel natuurlijk. Ja, en dan op het moment dat je ook gelijk mee mag doen in die wedstrijden en dat goed gaat, dat gaat gewoon natuurlijk. Als ik kijk naar mijn wegcarrière, ging het natuurlijk ook voor de buitenwereld heel snel. Maar aan de andere kant, ik won, bij de junioren won ik mijn wedstrijdjes, bij de belofte won ik mijn wedstrijden. En ik ging bij de profs, mijn eerste jaar ging ik ook gelijk winnen. Ja, tuurlijk is dat een grote stap. En dat je dan opeens tegen gearriveerde profs ook mee kan doen. En het was misschien in 2011 was dat misschien apart en raar. Maar als je nu kijkt, al die jonge gasten die overkomen, die doen gelijk mee. En uiteindelijk de keuze om de switch te maken van de baan naar de weg, kwam... Heel eerlijk gezegd, gewoon door de wijzigingen in het programma van de Olympische Spelen. Ik had vroeger als droom, voor mij het ultieme, was Olympisch kampioen worden. Dat vond ik het hoogst haalbaar in de sport, dat wilde ik. En ik zag daar de kans op de baan. Na 2008, toen het mijn onderdeel, eigenlijk puntenkoers, koppenkoers, verdwenen, wilde ik de switch maken naar de weg. Ik was nog jong, ik was tweedejaars belofte toen ik de Spelen mee mocht maken en daarna dacht ik van ik heb nog 2 jaar belofteperiode, laten we proberen op de weg, kijken of ik beroepszender kan worden en op die manier mijn boterham verdienen. En dat is eigenlijk de keuze geweest, verandering van het programma. Ik was nooit in beeld destijds bij de opleidingsploeg van Rabobank, dus ik moest eigenlijk een beetje mijn eigen weg zoeken en via op dat moment was ik al in contact met het managementbureau SEG. En Thijs Sonneveld, die daar toen nog een beetje aan verbonden was, hebben ze mij geadviseerd of meegenomen naar Frankrijk. Dus Thijs is met mij in het vliegtuig gestapt. Kennis laten maken met de Franse club waar hij zelf vroeger gekoerst had. Dat was vrij laat in het seizoen in november, maar we kwamen daar, het klikte. Toen ben ik in diepe gesprongen en ben ik daar gaan koersen. Ik begin natuurlijk een beetje wennen, ik sprak de taal niet en in Frankrijk spreken ze geen Engels. Maar dat ging eigenlijk ook, na een startperiode van 2-3 maanden ging het steeds beter en beter. Ik begon mijn koersen te winnen. En toen kwam ik een beetje op de radar van Vakantselei DCM. Mocht ik een jaar daarna, in 2010, mocht ik daar een stage lopen. En dat is schijnbaar goed bevallen, want ze boden me een profcontract aan. En, toen begon mijn carrière de weg en de eerste overwinning kwam al heel vlot in april door Hel van Mergeland te winnen. Lastige koers door het Limburgse Heuvelland. Maar wat wel het typeerde mij als renner, een lastige koers waar toch wel vaak nog een redelijk grote groep naar de streep ging. Waar de echte rappe mannen dus eraf waren en kon ik mijn sprint uitspelen. Dus dat ging eigenlijk al heel vlot. Dat hele voorjaar ging eigenlijk echt super goed. Vanaf mijn tweede koers in Almeria, waar ik direct op het podium stond, tot en met einde voorjaar. Het ging echt als een droom. En dat trok zich heel mooi door tot aan de zomer. Dus in 2011, daarna in de Ronde van België, deed ik weer eigenlijk voor op dat moment gewoon een hele mooie koers. Ik werd 15e in het klassement, won een jongerenklassement. En het ging eigenlijk gewoon echt heel goed. En toen ook richting het kampioenschap in Oud-Marsum. Wel echt het doel gehad van kijk hoe ver we gaan komen.
En de koers die viel zo in een plooi. De koers was eigenlijk gedaan. Joost van Leijen reed op kop met Pieter Wening. Die werden teruggefloten doordat Pieter niet meer door mocht rijden vanuit de Rabobank. Er staan op mijn lijstje staan een paar mooie dingen. Waaronder ook Bergkoning in Parijs-Nice. Ja, dat zat gewoon op dat moment in de lijn van het aanvallende rijden. En ja, op die manier probeerde ik altijd wel gewoon met mijn ja, iets rappere eind-tussenschot mijn prijsjes mee te pakken. Dus of het nou een bergtrui was, mijn eerste was denk ik in Criterium Internationaal in 2011. Zo heb ik ook in Parijs-Nice een keer de bergtrui kunnen winnen. In de Vuelta heb ik een keer mogen dragen door. Vroeger in de Vuelta, ja, bovenop klimmetjes, je sprint te benutten. Ja, dat zijn dingen die terugkomen ja, door mijn carrière heen, ja, waar ik mijn sprint kon gebruiken. Als ik aan mensen moest uitleggen wat voor type renner ik was, dan ja, zou ik eigenlijk zeggen dat ik allround was. Ik kon vrij lang mee bergop. Dus ik was als ik goed was, was ik een goede knecht. In 2011 hebben we een Vuelta-rit gehad naar de Angliru, waar Wout Poels tweede werd. En de klim daarvoor reed ik nog op kop van het peloton om tempo te maken met 60 man over. In het Baskenland, wat gewoon een van de zwaarste koersen van het hele wielerjaar is, kon ik mijn uitslagen rijden. In Dauphiné kon ik twee keer in de top 5 rijden in etappes. Daarnaast kon ik goed aankomen. Echt een pure massasprint heb ik waarschijnlijk nooit gewonnen. Maar als we met 50, 60 man over waren, kon ik echt mijn mannetje staan. En daarnaast ja, vond ik het heel leuk om met de vroege vlucht mee te gaan. En op die manier, nou ja, in Ster ZLM toe kon ik zo een etappe winnen. Maar ik kon ook op die manier zoeken naar ja, een nevenprijs, een bergtrui of een tussensprint of ja, voorop zitten voor een kopman die aankomt, noem maar op. Na vakantie, de ploeg stopte, ben ik naar Lotto Belusol, Lotto Soudal vertrokken. Daar heb ik heel veel voor André Greipel heel dankbaar werk mogen doen. Maar ook voor andere jongens, zoals Tim Wellens, hebben we mooie dingen mee kunnen doen, kunnen samen doen. Af en toe kreeg ik eens mijn eigen kansen. Na 3 jaar tijd bij Lotto Soudal kwam de kans voor om weer voor je eigen kans echt te gaan bij Roompot. En dat toen weer aangegrepen. Ja, de echte specialiteit miste misschien in mijn carrière. Maar ik denk dat ik gewoon een veelzijdige, leuke carrière heb gehad. Als ik in een ontsnapping zat, dan was ik wel heel erg bezig met de finale. Dus ik was wel in mezelf al een plannetje aan het maken van hoe ga ik dit aanpakken? Waar liggen mijn kansen? Met wie ben ik in de groep? Ja, hoe moet ik het aanpakken? Als ik naar de Ronde van Drenthe keek, ja, ik had op dat moment had ik wel echt een hele goede benen. Ik had wel wat overschot. Maar ik koos er wel bewust voor om, ondanks dat ik toch wel een redelijk goed eindschot heb met een klein groepje, om daar toch niet te wachten op de sprint. Ja, goed. Ik vind het stom om over jezelf te zeggen, maar ik kon wel de koers lezen. Ja, ik heb in mijn carrière heb ik dan voor 4 profploegen mogen rijden. En eigenlijk alle 4 de ploegen hebben op zijn eigen manier hele mooie dingen. Mijn vakantielei, DCM, waar ik binnenkwam, was ook gek binnenkomen. Ik kom binnen bij echt gearriveerde profs, grote namen, ook namen met, nou ja, een slechte naam. Dat kan je ook niet ontkennen. Er waren gewoon jongens bij die al een schorsing hadden gehad of die geen goede naam hadden. Maar ook daar heb ik gewoon een hele leuke groep renners gehad. Zeker de Nederlands-Belgische groep binnen de ploeg. Kon het heel goed mee vinden. En daar hebben we nog steeds heel veel contact mee met die jongens. En het appgroepje wat je vaak bij renners ziet in de ploeg,
dat heeft nog best wel lang door bestaan nadat de ploeg stopte. Daarna kwam ik, ja, kan wel zeggen, in een iets professionelere ploeg, Lotto Bedisco, Lotto Soudal, waar nou ja, wel echt qua ja, massasprints echt ja, in een van de beste lead-out ploegen ter wereld kwam. Daarnaast met Jurgen van der Brugge op dat moment ook gewoon echt een hele goede klassementsrenner had. Ja, waar eigenlijk het niveau gewoon een stapje omhoog ging. En daar heb ik ook gewoon echt super goede herinneringen aan. Ja, en dan ga je in principe qua omkadering naar Rompel Nederlandse Loterij misschien een stapje terug. Maar dan komt ook je eigen ervaring weer een beetje op en kom je in een andere positie terug. In een volledig Nederlandstalige ploeg. Ja, ook weer super mooi. En om daarna, ja, uiteindelijk ging ik mijn carrière afsluiten in Frankrijk. Op dat moment dacht ik daar niet aan, dat ik het daar ging afsluiten, maar uiteindelijk is het zo gebeurd. Ja, kom ik eigenlijk weer terug waar het begonnen is in Frankrijk. En heb ik ook een hele mooie tijd gehad. Dus ik kan niet zeggen dat er één ploeg bovenuit steekt of niet. In de ronde van Tour de Fjords ben ik derde in het eindklassement. Als je de staartjes terugkijkt, was gewoon een knappe uitslag. Ging met heel veel moraal ging ik, ja, denk een week, anderhalf week later naar de Ronde van Luxemburg. Ging me, nou ja, om de eerste massasput kwam eraan. Ik wilde geen tijd verliezen, dus ik ging me ook gewoon moeien. Ik zat op een plek, nou ja, wat wel eens de gevarenplek wordt, of je gevarendriehoek wordt genoemd. En het ging gruwelijk mis. Ik viel uiteindelijk alleen. Ik ging met 70 per uur, kwam ik met mijn been tegen een boom aan. Daar ja, hield ik, ja, wonder boven wonder, was er niks gebroken. Ik had wel een enorme grote bloeduitstorting. Net onder mijn knie zitten, in mijn kuit. Uiteindelijk is dat gewoon een kentering geweest in mijn carrière. Denk ik uit mijn hoofd toen een maand niks kunnen doen. Toen heel rustig beginnen met weer bewegen, opbouwen, ja, revalideren eigenlijk. Tot, nou ja, ik denk dat ik net een week ongeveer een beetje aan het fietsen was. Ik kwam terug van denk ik een uurtje, nou, misschien twee uurtjes of drie uurtjes fietsen, maakt niet zoveel uit. Ik kwam terug en ik zag de auto van mijn vriendin op pad staan, terwijl die aan het werk was. Ze vond ik gek en die, we stapten, tenminste ik stapte van de fiets en zij zei van, ik vroeg aan haar van, ja, wat doe je eigenlijk thuis? Ja, ik heb een beetje last op mijn borst en ik ga naar het ziekenhuis toe om een filmpje te maken van mijn hart. Ga je mee? Ik zei, ja, is goed. Ik zei, ik ga me even douchen en we gaan die kant op. En uiteindelijk is ze 3 weken in het ziekenhuis gebleven. Van kwaad naar erger, begonnen in Veldhoven, overgeplaatst naar Maastricht, universitair ziekenhuis. Daar nou, toch wel een week, nou ja, wel een levensgevaar geweest. Ja, flink afgetakeld, er was eigenlijk weinig meer van over. In maart hadden we onze tweede kleine gehad. Nou, die jongen die moest, ja, had ook veel aandacht nodig. Onze eerste dochter was van 2016, ja, ook nog niet heel oud. Dus er viel ook gewoon veel op mij. Daarnaast de zorgen om mijn vriendin. Ja, heeft daar, ja, hoe moet je het zeggen? Het is lastig geweest in de revalidatie. Het is lastig geweest in de thuissituatie. Ja, het heeft ervoor gezorgd dat ik wat later terugkwam in het seizoen. Uiteindelijk heb ik nog 5 koersen voor Rompot gereden aan het eind van het seizoen. Meer als punt op de horizon om, ja, misschien een stok achter de deur te hebben om iets meer te trainen, beter te trainen. Toen zij ook weer thuis kwam en de goede kant op ging, kon ik dat ook weer, ja, makkelijker opbrengen en ging dat weer de goede kant op. Toen de hele, ja, winter goed door kunnen trainen, zou ik met z'n allen voor een paar weken naar Gran Canaria gegaan, naar de zon. En ook weer even een realiteitscheck gehad van, ja, het kan zomaar klaar zijn, dus laten we er ook gewoon het beste van maken. Maar eigenlijk gewoon een hele goede basis gelegd die winter. Wat eigenlijk resulteerde in 2019 gewoon in een
in een knap voorjaar tot aan de Ronde van Drenthe. Waar ik de koers won samen op het podium mocht staan met mijn maatje, met Robert. Robert kreeg een week later een ongeluk, of twee weken later. Waar hij helaas door te komen overlijden is. Toen weer een hele grote klap. Na Robert heb het echt wel een tijd geduurd voordat ik het een plek kon geven. Ook dat ik het heel oneerlijk vond. Ik heb gezien met mijn vriendin, vroeg ik me eigenlijk al af van waarom moet het haar overkomen. Toen bij Robert nog een keer dubbelde op. Waarom zo'n jongen die goed in het leven staat, die niks verkeerd doet, die geen mens kwaad doet, waarom moet het hem overkomen? Uiteindelijk ging het weer de goede kant op. Ik begon ook weer goed te rijden. Ik heb een ronde van Zwitserland gedaan. In de hoop om me voor het eerst in het selectie te rijden voor de Tour de France. Bij mijn Franse ploeg. Dat lukte niet. En toen heb ik samen met trainer besloten om een keer 8 dagen de fiets aan de kant te zetten. En ik weet niet of dat een verkeerde keuze is gemaakt. Maar mijn blessure kwam terug. Misschien heeft het lichaam toen gedacht. We gaan de boel opruimen in mijn been. Blessure kwam terug. Mijn been viel na een uur, anderhalf uur viel het in slaap. Ik kreeg een slapend gevoel in mijn been. Waardoor ik weer heel weinig koers heb kunnen uitrijden en mijn niveau heb kunnen halen. Besloten om in november toch te opereren. Toen heeft de chirurg in Veldhoven zenuwen vrijgelegd, verlegd en ruimte gemaakt. Daarvan herstellende de winter ingegaan. Winter iets anders aangepakt dan anders. Dus iets later begonnen meteen. Maar de operatie was in november. Dus in december kon ik weer beginnen met opbouwen. En iets later terug de koers ingekomen. Eerste koers was in Rwanda. In Afrika. Hele mooie ervaring. Heb daar een hoogtestage van gemaakt. Ben er 3 weken geweest. Ik kwam terug, dat zou mijn eerste koers Drenthe worden waar ik het jaar ervoor won. En toen ging alles op slot, kwam de lockdown. Ja, je zoekt gewoon in het voorjaar zoek je gewoon etappekoersen op. En onze ploeg koos ook voor Rwanda. Nee, we gingen eigenlijk daarheen, naar Rwanda. En toen we daar waren, toen kwam bij ons een beetje de twijfel in van... dit gaat misschien wel ons enige koers zijn. Toen kwam natuurlijk Parijs-Nice waar ze een dag eerder gestopt zijn. En toen hebben wij, de ploeg heeft toen nog Drenthe toegevoegd aan het programma. Daar zouden we eigenlijk niet rijden. Toen hebben ze toch gevraagd, omdat ik als laatste, ik was oud-winnaar van, kunnen we terugkomen? Hebben ze toch toegevoegd. En ik weet nog dat ik op de bank zat in de afwachting van de eerste persconferentie. En toen vertelde ze ook dat Nederland in lockdown ging. Toen heb ik de ploegleider gebeld. En die zaten toen denk ik onderweg naar Nederland toe. En die zijn met de vrachtwagen de bus omgedraaid. Ja, tijdens mijn carrière heb ik eigenlijk alle koersen gereden op de Ronde van Frankrijk na. Wat ik nog steeds heel jammer vind dat dat nooit gebeurd is. Maar... En ik moet zeggen dat ik de Vlaamse klassiekers... mijn beste lagen. Okay. Ik moet zeggen, in de echte monumenten heb ik nooit heel dichtbij gezeten bij een echte topklassering, een top 10. Maar ik kon wel mijn mannetje staan. Ik kon goed helpen. Ik kon af en toe wat vroeger in de aanval. Ik heb er leuke koersen bij gehad. Kasseien. Ik vond het leuk als het maar niet in Noord-Frankrijk was. Vuelta 2020. Ik werd op een gegeven moment werd ik een beetje ziek. En ik ben in de aanval gegaan met 4 jongens. Ik kreeg een hele grote voorsprong en ik geloofde erin. En uiteindelijk, Brent van Moer was mee, Alex Molenaar en een Spaanse jongen. En we hebben misschien daar een fout gemaakt. We kregen op een gegeven moment 12, 13 minuten.
om niet op dat moment, en heb ik achteraf, achteraf is mooi wonen, maar achteraf dacht ik van, hadden we nou maar gewoon, op het moment dat die voorsprong dat we die zo makkelijk kregen, hadden we toen maar gewoon er een klap op gegeven en in plaats van 13 minuten geprobeerd te hebben om gewoon 40 kilometer zo hard als we konden te rijden, om bij wijze van spreken 20 minuten te hebben, gehad te hebben, dat ze er achter niet meer aan begonnen waren. En nu zijn ze eraan begonnen, hebben we het niet gehaald en het was ook vrij snel duidelijk dat we het niet gingen halen. Maar ik had weer een goede dag. En we hebben toen een dag later of twee dagen later won Tim Wellens een rit van Lotto. En daar hebben wij nog in de finale geprobeerd met de ploeg om dat te herstellen. Dus we hebben kop gereden met de ploeg als kleine ploeg zijnde om toch nog een groepsprint heuvel op te hebben. Dat ging ook nog heel goed. En of ik mezelf daar over de kop heb gereden, dat weet ik niet. Maar ik wilde heel graag, het was mijn laatste koers, ik had nog geen ploeg, ik wilde me tonen. Dus dat was denk ik dag 3 op rij dat ik heel diep ging. Dag daarna was het 80 kilometer koers. Dan werd ik teruggepakt met de groep in een peloton. En we waren aan de voet van, nou ja, in de eerste kilometer van een klim van 6 tot 10 kilometer. En ik verloor de aansluiting met het peloton. En ik kwam helemaal alleen te zitten. Het viel ook niet helemaal stil. Het was tegenwind. En ik moest denk ik toen nog 140, 50 kilometer. Ik reed alleen achter het groep. En nou, daar heb ik mijn Waterloo gevonden. En uiteindelijk bleek het ook mijn laatste meter als beroepsrenner. Als je afstapt met een blessure, stap je af omdat het niet verder kan en je denkt aan de volgende koers. Voor mij was er geen volgende koers, want ik had nog geen ploeg. Bij mij was het gewoon dat ik gewoon, ja, yeah, het was gewoon een opeenstapeling van alles bij elkaar. Geen ploeg, geen vooruitzicht dat ik nog op tijd zou komen. Misschien mentaal een dieptepunt op dat moment. Ja, yeah. Wat is de druppel die de emmer doet laten overlopen? Ik heb nog steeds in het dagelijks leven heb ik last van de blessure. Als ik een uur ga wandelen, komt die slapende voet terug. Het blijft gewoon terugkeren. Dus of ik nou nog topsport op het allerhoogste niveau had kunnen doen, ja, is onzeker. Kijk, uiteraard, tijdens mijn carrière doe je elke dag doe je oefeningen, ga je naar de fysio, ben je mee bezig. Tuurlijk heb ik dat laten lopen en misschien dat daardoor wel weer het ongemak terugkomt. Dus als het gewoon goed gaat en het gaat beter, ja, had ik misschien wel beroepsrenner kunnen zijn. Maar uiteindelijk moet je ook een plekje vinden en die is niet gevonden. Ik wist in augustus wist ik van het verhaal bij Total Energies, dat stopt. Nou ja, wat ga je doen? Dan ga je natuurlijk al achter in je hoofd een beetje nadenken. Als er niks komt, wat ga ik dan doen? Wat vind ik leuk? Ik ben vanaf 2008, 2009 ben ik klant. Ben ik geholpen door de jongens van SEG. En dat vond ik heel mooi wat hun deden qua werk. En daar dacht ik van ja, dat lijkt me leuk om te doen. SEG, Sport Entertainment Group, is een managementbureau uit Amsterdam. Opgericht door Martijn en Elke Berghout. Die zijn vroeger begonnen voor een vriend van mij, voor Jens Maurits. Omdat die zagen dat hij het lastig had om beroepsrenner te worden. En die hebben dat nu uitgebouwd naar een gerenommeerd managementbureau. En ik heb het altijd als heel prettig ervaren in mijn carrière dat ik die jongens bij mij had. Dat was altijd naast de familie van thuis, was dat de stabiele factor die in mijn carrière bleef. We hebben 4 ploegen gehad, van Vakantselei tot aan Total Energies. Hun zijn de blijvende factor geweest door mijn hele carrière. Van trainers gewisseld, van ploegen gewisseld, maar hun waren er altijd. En dat was altijd het vangnet waar ik op terug kon vallen. Dus ik dacht, dat vind ik een mooie band en dat vind ik ook een mooie relatie die ik met hun heb gehad. Dat lijkt mij wel wat voor in de toekomst. Om zo in de sport te kunnen blijven. Dus ik ben in 2021 met ploegleider geweest van de SEG Racing Academy.
Het was een heel mooi jaar, heel leuk jaar. Ik kreeg veel op mijn eigen bordje. Ja, een klein ploegje met twee ploegleiders. Dries Hollanders uit Zonnehoven vandaan en ik zelf. Totdat DSM mij belde of ik daar de stap wilde maken. In mijn rol als coach binnen DSM richt ik me puur op het coachen. Dus het motiveren van de jongens. Het scherp houden van de jongens richting de wedstrijdtactieken. Voor alle zaken eromheen. Denk aan training, denk aan materiaal, denk aan voeding. Nou, denk aan alles wat erbij komt kijken. Daar hebben wij binnen DSM hebben we daar experts voor. Dus er is een nutritionist die heeft met de jongens één keer in twee weken een afspraak. Gaan ze over voeding hebben ze het. Ik moet zeggen, ik heb wel heel veel gehad aan Dries Hollanders. Die zat al meerdere jaren bij de ploeg. Dus die is ook met me mee geweest naar de eerste koers. En we hebben samen een beetje opgepakt. Ik dacht altijd van, als renners zijn er van, dat kan iedereen, weet je wel. Tot je erachter komt dat er wel iets meer bij komt kijken dan alleen maar de auto sturen. En bedenken waar je een aanval wil plaatsen of noem maar op. Dat is gewoon een hele goede leerschool geweest. En schijnbaar is het opgevallen wat ik gedaan heb. Doordat deze me benaderde of ik bij hun het voort wil zetten. Toen deze me benaderde, was ik toen verbaasd. Want het kwam uit het niets. Maar deze heeft ook een opleidingsploeg, een development team. En daar koers wij natuurlijk met Zeg Racing Academy heel veel tegen. En Roy Curvas was daar de coach bij de opleidingsploeg. Dus die kwam ik al tegen in het jaar. Benny Lambrechts kwam ik vaak tegen. We zaten in principe op hetzelfde niveau waren we actief. DSM, de opleidingsploeg, is puur een opleidingsploeg voor hun eigen World Tour team. En wij met Zeg Racing Academy waren een ploeg met een open vizier richting alle ploegen. Op dit moment hebben we bij DSM hebben wij 11 coaches, waarvan er 2 damesploeg zijn. Albert Timmer, Huub Duin. 2 jongens bij het development team. Benny Lambrechts en Boris, een jongen uit Frankrijk. En dan zijn we met 7 coaches bij de World Tour. En boven ons staat Rudy Kemna als hoofdcoach. Bij DSM is het zo, in november hebben wij een coach week gehad eigenlijk. Dat is eigenlijk een soort bijeenkomst met alle coaches samen. daar hebben ze natuurlijk vanuit het management, vanuit het performance team, hebben ze al een idee wat het jaar gaat worden. Wij in die week bespreken allerlei zaken over hoe we het jaar zien, wat we met elkaar willen bereiken. Voor mij ook als nieuw zijn er, hoe ga je om? Wat zijn de richtlijnen? Hoe werken wij binnen de ploeg? Het is voor mij ook allemaal nieuw. En daar kwamen ze ook met een opzet qua programma. Voor mij het hele jaar al in grote lijnen vast. En dan kan ik mijn feedback geven van, zie ik dat zitten? Is dat te combineren met thuis? Of ik erachter sta, of ik dat leuk vind. Ze hebben mij eigenlijk ingedeeld het klassieke blok. Dus eigenlijk het hele voorjaar tot en met Parijs-Roubaix. En dan daarna wat etappekoersen. We krijgen bij de ploegleidersvergadering, als het geen wildtoerkoers is, wordt er geloot. Dus dan krijg je een volgnummer. Is het een wildtoerkoers, gaat het klassement van de renners die starten. Dan krijg je ook een volgnummer. Dus dat is in principe de volgorde van de karavaan die erachter rijdt. Op het moment dat jij wordt opgeroepen, doordat er iets is met een renner, dan rij je naar voren toe, via de linkerkant. En dan hoor je collegiaal te zijn elkaar ertussen te laten. Maar het gaat af en toe wel hard, want op het moment dat je in de Ronde van Vlaanderen naar de Oude Quaremont toe rijdt en er gebeurt iets, dan wil je er natuurlijk zo snel mogelijk bij zijn. Maar naast dat je alleen de auto's hebt, heb je aan de linkerkant ook de persfotografen, de seingevers, renners die aan het terugkomen zijn na een plaspauze of een lekker band of iets. Het is heel druk.
Dus op dit moment kiezen wij er ook voor om zeker in de grote koersen met z'n tweeën in de auto te zitten. Eentje die echt gefocust is op het rijden en de andere daarnaast die dan de radio bedient. Ja, dat is af en toe spannend. Ik stap in het diepe bij DSM. Ik kom van Continental en ik ga naar de World Tour. Maar de kennis die er is, wordt gewoon heel goed met ons gedeeld. We hebben workshops één keer in de maand. We hebben coachmeeting elke week. Het zijn handvaten aan alle kanten om vast te pakken. En we worden heel goed begeleid. Een workshop heeft verschillende onderdelen. De ene keer gaat het over coaching. De andere keer gaat het over hoe om te gaan bij tegenslag. Soms gaat het over tactieken. Als coach heb ik 3 renners direct onder mij, die ik dan dagelijks coach, waar ik het eerste aanspreekpunt ben. Waar ik zelf ook gewoon aan moet werken, van waar ligt de grens, hoe ver kan je gaan, wat kan je wel zeggen, wat kan je niet zeggen. En dat soort dingen komen wel aan bod. John, zijn van dezelfde lichting, hebben zelf dezelfde beloftekoersen gereden. Natuurlijk is het voor hem ook gek dat ik aan de andere kant sta. Hij is een professioneel atleet. Ik ben op dit moment professioneel coach. Dus het werkt gewoon, het werkt gewoon normaal. En ik moet ook zeggen, sommige jonge gasten, we hebben best wel veel Duitse jonge jongens. Die hebben nooit van mij gehoord als renner zijnde. En dat maakt het heel makkelijk. Maakt het heel fijn ook soms wel eens. Van de week, de Ronde van Drenthe is deze week geweest. 2 edities won ik nog. Dus ik vroeg aan een jongen van, wil je nog wat tips hebben van een oud-winnaar? Weet je, met een knipoog. Dus wie moet ik dan bellen, zegt hij. Ik zei, je belt er nu met eentje. Als ik naar een koers ga, wist ik wie er gewonnen had vroeger, weet je wel. Dat vond ik leuk, vond ik interessant, zocht een keer op. En ik wist hoe de anderen. Maar er zijn ook jongens die een andere beleving hebben. En dat maakt het ook leuk om daarmee te werken en dat maakt het uitdagend, dat maakt het afwisselend. En 2007 reed ik de omloop van de Kempen, mijn eerste koers tussen beroepsrenners. Oh. Een van mijn eerste koersen. Ik reed toen bij Crawlstone. En destijds reed het Rabobank de crossploeg reed ik vaak mee. En in de omloop van de Kempen, iedereen kent dat hier ook. Heb je de kasseistroken met klinkerstroken daarnaast. Ik kwam over van de junioren en ik was mijn weg aan het zoeken. En ik had nog niet zo'n grote motor, dus ik moest uit de wind blijven. Dus ik was constant aan het veranderen van paadje. Dan reed ik links, dan reed ik rechts. Als ik dan zag dat de bocht gaat veranderen naar rechts, dan dook ik van links naar rechts. En ik keek nergens naar. Totdat ik opeens een hand op mijn kont voelde. Hey, kut amateur, blijf dan eens aan één kant. En ik keek om en toen zag ik Sven Nys zitten. En dat is zeg maar de eerste keer dat ik dacht van, wat gebeurt hier? En dat is misschien de enige aanvaring op dat moment geweest met, als je praat over vedettes. Ja, was dat een vedette? Ja, ik keek als jongen keek ik naar de duels van Groenendaal en Sven Nys. En dan kwam je ertussen. Ja, dat vond ik speciaal. Maar daarna heb ik eigenlijk nooit zoiets meer meegemaakt. Ik was natuurlijk gewoon gevormd op de baan als baanrenner. En in de winter werden er zesdaagse georganiseerd. En die pakte ik in de winter, deed ik die wel eens mee. Naast dat het een goede training was, kan ik ook niet ontkennen dat er een boterham was bij. En is het ook onwijs leuk om te doen. Omloop van de Kempen rijden we ook. Is het leuk en gezellig in de Fienestraat. Maar als wij achter op de pilers rijden, staan er misschien 2 kippen langs de weg. Rijden in 6-daagse, rijden voor een vol stadion. We hebben een hooi avonden gehad dat er 10.000 man in zit. Ja, dat is gewoon gaaf. Daar kan je niet omheen. Dat is gewoon kicken. Alsof je in een voetbalstadion zit. Ja, dat is een andere beleving, een andere wereld. En ik vind het ook fantastisch bij een baanwedstrijd. Het startschot gaat en je zit in de finale. Het duurt geen 200 kilometer totdat de finale begint. Het is gewoon direct finale. De mensen zitten er bovenop. Ze kunnen zelf bepalen wat ze zien. Dus op het moment dat ik aan de andere kant van de baan rij, bovenin, en ik ben aan het herstellen in een koppelkoers, kan er nog steeds iemand op het publiek bepalen van, ik kijk naar Pim. Op de weg
als je tv zit te kijken, bepaalt de regisseur wat jij ziet. Ga je naar een koers kijken op de weg, dan zie je ze of op je schermpje tegenwoordig op je telefoon, totdat ze langskomen. En dan kijk je weer naar wat de regisseur bepaalt. Ga je in een stadion zitten in een zesdaagse, bepaal je zelf wat je ziet, wat je wilt zien, waar je kijkt. Als we terugkijken naar zeg maar, mooie momenten die ik dan in de koers meemaak. Uiteraard, het kampioenschap was natuurlijk een hele mooie koers. Verder vond ik de bergtrui en de Vuelta vond ik voor mezelf gewoon ja, iets heel moois. We waren met een grote kopgroep op weg. En de eerste bergsprint, ja, ik had uitgerekend. Als je alle punten pakte, kreeg je 11 punten. En de finale was in Arate bij Eibar. En de winnaar van de etappe kreeg 10 punten. Dus ik dacht, nou, als we het niet halen met de kopgroep, dan moet je dus alle punten halen, anders heeft de winnaar van de etappe heeft de bergtrui. Dus we komen bij de eerste sprint aan. En we hadden een grote kopgroep. Ik begin te sprinten. En ik sprint tegen Philippe Gilbert. Ik klop Philippe. En we hadden een paar jaar daarvoor, in de Ronde van België, ja, waren we een paar elkaar tegengekomen en hij won de Ronde van België, ik werd vijfde. En dus hij wist ook wel wie ik was. Dus ik leg het direct na die sprint leg ik het uit aan Philippe. Ik zeg, Philippe, als jij nu mij één keer klopt in de komende 3 sprints, dan hebben we allebei de trui niet, want de winnaar van de etappe, die heeft de bergtrui. Dus als jij nu iedere keer tweede wordt, je wint de etappe vanuit de kopgroep, heb je alsnog de bergtrui. Maar worden wij teruggepakt en iemand uit het peloton die wint de sprint, dan hebben we allebei niks. Op dat moment werd hij gelijk akkoord. Dus ik moest natuurlijk wel sprinten tegen de andere jongens. Maar ja, dat vond ik voor mezelf gewoon iets heel moois. Terwijl het nou ja, minder speciaal is dan een koers winnen. Terwijl het ook wel een van de mooiste ja, momenten uit mijn carrière.